Zoals Norbert reeds noemde, Pieters paradijs. Hallo Pieter, waar zijn we precies? Hallo Sylvia, we zijn inderdaad in mijn paradijs zoals je zei. Dit is mijn ruimte waar ik al mijn werk uitvoer met onze koelkasten. En hier testen we gasabsorptie, koelkasten en 12 volt compressor koelkasten in 5 tot 60 graden buitentemperatuur. Interessant. Kunnen we een kijkje nemen? Je wilt binnen een kijkje nemen? Ja, zeker. Zo, nu we binnen staan, wat kan je ons vertellen? Ja, we zijn nu in de klimaatkamer. Ik wil jullie twee verschillende soorten koelkasten laten zien. Eén is de absorptiekoelkast en de ander is een compressorkoelkast. Aan de buitenkant zie je niet heel veel verschil, maar er is heel veel verschil wat ik je nu kan laten zien. Aan de achterzijde zien we hier dus de traditionele absorptiekoelkast. Dit is al jaren de standaardkeuze in de caravan- en camperbranche. Deze technologie is al 100 jaar oud en is uitgevonden in Zweden. Dit is de compressorkoelkast. Deze is de laatste jaren spectaculair gegroeid. We zien nu al dat in de buscampermarkt 90% van alle voertuigen is uitgerust met een compressorkoelkast en we verwachten dat de rest van de markt zal volgen. Ja, interessant om deze ontwikkelingen te zien in de kampeermarkt. Ja, het lijkt erg veel op de ontwikkeling in de auto-industrie. Ja, inderdaad. Daar zie je ook dat we van benzine en diesel naar elektrische auto's gaan. En hetzelfde gebeurt in de kampeermarkt. Interessant. Kunnen we nu iets meer in detail gaan? Wat zijn de grote verschillen tussen absorptie- en compressorkoelkasten? Wanneer je een keuze moet maken voor een koelkast? Ja, ik denk dat het voor onze klanten heel duidelijk moet zijn wat zowel de sterke als zwakke punten zijn van beide systemen. En ik denk dat het erg goed is dat de eindgebruiker als bewuste beslissing kan nemen over welke koelkast het beste bij zijn behoeftes passen. Als ik naar de absorptiekoelkasten kijk, wat zijn dan de sterke punten? Hij is erg stil en je kunt hem een paar weken op gas laten draaien. Zolang je gasfles gevuld is natuurlijk. Deze absorptiekoelkast werkt ook op 12 volt als je aan het rijden bent of op 230 volt op de camping. De sterke punten van de compressorkoelkast zijn uitstekende prestaties en een zeer laag energieverbruik. Een compressorkoelkast is ook beter voor het milieu in vergelijking met de oude technologie. Het nadeel is dat deze koelkast een beetje lawaai maakt. We hebben veel dingen gedaan en ontworpen om hem stiller te maken. Want we weten natuurlijk dat mensen ook in de voertuig moeten slapen. En ze willen het storende geluid niet. Als u heel erg gevoelig bent voor geluid, is de compressorkoelkast misschien niet voor u. Persoonlijk heb ik als engineer veel testen gedaan. Ik heb ook vrienden en familie uitgenodigd. En ze vonden het geluid niet zo erg. Ze vonden het erg acceptabel om in te slapen. Hopelijk was het duidelijk voor je. Ja, zeker. Dat was een heel duidelijk verhaal. En we hebben ook een nieuwe T2000-lijn. Waarvan ik dacht dat we hier de T2138 hebben staan. Ja? Klopt helemaal. Die staat hier. Ik zal jullie deze laten zien. Interessant. Dit is dus één van onze nieuwste modellen. Het mooie hiervan is dat we twee temperatuursensoren aan de binnenzijde hebben. We hebben er één voor de vriezer en één voor het koelgedeelte. Dat betekent dat we de koelkast goed kunnen gebruiken, ondanks variërende omgevingstemperaturen. We kunnen de temperatuur altijd op 4 graden brengen en min 18 in de vriezer. Wat ook heel fijn is, is dat we de vriezer uit kunnen zetten en zoveel energie kunnen besparen. En ook is er een mogelijkheid om te schakelen naar verschillende instellingen, zoals min 6, min 12 en min 18. Wat ook nog een pluspunt is, is dat alle componenten en alle technische componenten aan de onderzijde van de koelkast geplaatst worden, zodat er meer praktisch ruimte overblijft. En last but not least, dit model is speciaal ontworpen voor een buscamper. Vandaar de bijzondere vorm hier bovenaan. Leuk! Dit was denk ik wel een heel duidelijk verhaal. Zo niet, dan hebben we nog een animatie van onze T2000, welke we op de Tedford website en Facebook zullen plaatsen. Uitgebreidere details vind je hier. Pieter, heel erg bedankt. Heel graag gedaan, Sylvia. Dankjewel.